Je mag nog zoveel olievoorraden hebben. Je mag nog zoveel natuurlijke rijkdommen hebben. Maar zonder integer leiderschap kan je geen enkel land tot grote hoogte brengen. Dat zegt de DA91-voorzitter Angelique Del Castillo. TBN Prime Alert sprak met haar en Del Castillo die gaf het volgende aan. U hoort DA91-voorzitter Angelique Del Castillo. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Ik merk dat u vandaag een filmpje geshared hebt waar een interview gaande is over je mag nog zoveel rijkdommen hebben in een land, maar als je geen integer leiderschap hebt, dan komt er daar niets van terecht. U zegt dus, want iedereen die nu praat is over oliefonds in Suriname, maar u zegt we zullen niet tot volle wasdom komen mits we integer leiderschap hebben? Ja, 100% zeg ik dat. Want kijk, meneer Ganesh, we hebben olie is gevonden. Er is bekendgemaakt dat er olie is gelokaliseerd. Maar daarvoor heeft ons land bauxiet gelokaliseerd en ingezet. We hebben goud ook in ons land in de bodem gevonden. We hebben fantastische prijzen voor goud en bauxiet genoten in de jaren voorheen. Maar we hebben niets gemerkt. Er is geen extra werkgelegenheid gecreëerd. De armoede is niet verlaagd. Integendeel, de armoede is toegenomen. En dat gebeurt wanneer je slecht bestuur hebt. Vandaar dat ik zeg, de oliefondsen op zich brengen ons naar een kruispunt. Een kruispunt van vloek of zegen. Het zal een zegen zijn wanneer je goed leiderschap hebt. Want dat betekent dat wanneer het geld verdiend wordt, en het wordt ook niet nu al verdiend, het gaat een poosje duren, maar die tijd het binnenkomt zijn er goede plannen gemaakt, er wordt bespaard, er wordt effectief ingezet in de diversificatie van de economie, het milieu wordt in acht genomen zodat we ook die toekomst beschermen voor onze nakomelingen. En er wordt geen geld gestolen, in zakken gestopt en verdampt. Wanneer je echter geen goed bestuur hebt, dan krijg je juist het omgekeerde. Dan krijg je dat een kleine groep mensen steeds rijker en rijker wordt, zoals we zien in landen zoals Equatoriaal Guinea. We zien het in Nigeria, die ook zoveel. We zien het in Venezuela, heel dicht bij huis. Zien we ook dat, weet je, de mensen het land ontvluchten, ondanks de grote rijkdommen die daar zijn. Vandaar dat ik zeg, we moeten goed bestuur hebben om die oliefondsen werkelijk ten gunste van deze samenleving te kunnen inzetten. Dat het iets betekent. We hebben nu al meer dan 20 miljard aan schuld. Dat moeten we allemaal nog betalen. Dus die oliefondsen zijn geen netto winst. Er gaat nog een heleboel vanaf gaan. En dan moet er nog worden ingezet. Dat vereist goed bestuur. Het vraagt van ons als burgers dat we strengere eisen gaan stellen aan de politici die ons leiden. Dat betekent dat de komende verkiezingen nog belangrijker zijn. Want we staan op het punt nog meer te verliezen als we verkeerd kiezen. Het rijmt ook nog. Maar wat vindt u dan van onze huidige regeerders als u toch wel praat over goed leiderschap? Het is, ik bedoel, we hebben door de jaren gezien, deze regering is absoluut niet in staat om wat dan ook wat dit volk heeft in te zetten voor het algeheel volk. We merken, er is zoveel geld verdwenen, 2,3 miljard op zijn minst aan dollars is onverantwoord. Niemand weet waar het naartoe is gegaan. Er worden leningen op leningen genomen, maar de werkgelegenheid neemt niet toe. De diversificatie van de economie krijgt geen vorm. We verdienen niet meer als land. Dat betekent dat deze regering niet in staat. Dus bovendien hebben we een president die niet eens meer voldoet aan de grondwettelijke vereisten voor een president. Hij heeft een vonnis op zijn naam. Is ook iemand, dus een vonnis voor moord ook nog. Dat betekent iemand die geen visitekaartje meer is voor dit land. Daarnaast hebben we ministers, we hebben adviseurs die allemaal strafbladen hebben in de wereld. We hebben bedrijven die niet op winst draaien. We hebben zo'n grote schuldenlast. Die wordt alleen maar groter en deze regering blijft maar leren. Er wordt nu al eens een rapport uitgekomen dat we niet in staat zijn meer om die leningen terug te betalen. Dat wil zeggen, we zijn op de rand van bankroet gebracht. Dat is heel slecht leiderschap. Het is net als, weet u, je kan twee mensen hebben die hetzelfde verdienen. Heel zoveel hebben goed salaris verdienen, goed. Maar die ene vader, die gaat elke eind van de maand uit huis en gaat zijn soepje drinken, alles opdrinken. Hij koopt nieuwe kleren, hij street mensen op straat, gaat met vrouwen aan de haal en hij komt thuis en er
er is niets van over. Die andere vader, die gaat netjes zitten, maakt een goede lijst van wat moet er gebeuren. Ik moet schoolgeld betalen, ik moet dokterskosten betalen, ik moet mijn huishuur eerst betalen, ik moet mijn erf onderhouden. En wat over is, daarvan gaan we iets lekkers kopen. Dat is die verantwoorde vader. En dat gezin ga je zien groeit, bloeit. Maar die andere kant, ze hebben veel, maar er gebeurt niets. Integendeel wordt het er steeds slechter aan toe. Ja, en deze of oliefonds komt, je hebt net kort daarover gesproken, dat Suriname nu per definitie volgens de Financial Times toch wel valt onder landen die heel moeilijk haar leningen zou kunnen betalen. Suriname is in de rij van de 6 landen. Wat doet zo'n mededeling met een land? Het brengt het land in een heel slecht pakket in de wereld. Dat wil zeggen, nu ook al, als je een lening nog weer nodig zou hebben, voor wat voor doel dan ook, ga je daar geen toegang meer toe krijgen. Of zeer hoge rentes, want het risico is veel te groot geworden. Ten tweede brengt het ons in een gevarensfeer met het beheer over onze strategische doelen, onze strategische middelen, zoals onze haven, onze luchthaven, omdat daarvoor leningen zijn afgesloten. Met onder andere China. En we weten hoe China dat in de wereld oplost. Wanneer je ze niet kan betalen, dan is het van hun. Dan nemen ze het. En die situatie hangt ons nou boven het hoofd. Want wanneer we niet kunnen, hoe ga je keus maken wat je wel of niet betaalt? Dat maakt dat voor Suriname eigenlijk het vertrouwen in het land, voor investeerders ook, helemaal ondermijnd wordt. En wanneer investeerders geen vertrouwen meer in het land hebben en niet komen, dan de werkgelegenheid leidt eronder. Want wij als Surinamers kunnen veel, maar we kunnen niet alles. We hebben die internationale investeerders nodig om samen met ons hier vorm te geven. Maar als dat vertrouwen totaal weg is, dan is er geen toekomstperspectief meer. En weet je wat ook gebeurt? Onze eigen mensen, ons eigen kader zegt, weet je wat? Ik wil dat mijn kinderen een toekomst hebben, dus ik vertrek. En dan heb je ook nog een lege loop van het beetje kader dat we nog hebben. Waardoor je totaal groeipotentieel, je totaal mogelijkheid om je weer te verheffen, om te verbeteren, je ontnomen wordt. En je in feite, als je niet oppast, in een vrije val geraakt en we richting Venezuela en Haiti gaan. En dat is iets wat we als land niet verdienen, wat we als bevolking niet verdienen. We verdienen beter, omdat we veel beter kunnen. En daarom zeg ik, de komende verkiezing is het zo belangrijk dat we juiste keuzes maken. En dat we kiezen voor mensen en partijen die een duidelijk programma brengen, maar die ook een staat van dienst hebben, dat we weten dat ze doen wat ze zeggen. En dat ze inzicht hebben, die visie hebben nationaal en internationaal. Dat ze naar buiten kunnen gaan, dat ze integere mensen zijn, eerlijke mensen zijn, deskundige mensen zijn, die in Suriname, die met hart en ziel voor Suriname willen werken. Toen jullie dit eerder aankaarten, hetzelfde wat Financial Times nu aangeeft, werden jullie bestempeld als anationalist. Dus jullie hebben het al die tijd toch wel gelijk aan jullie zijde gehad. Ja, weet je, wij baseren ons op feiten. En omdat wij zo zeer in Suriname geloven, daarom zijn we steeds zo komen kritisch uit de bocht. Omdat we steeds weer willen, we willen het beste voor Suriname. Dus we zeggen, we willen op tijd aan de bel trekken. Maar de mensen die dat niet voorstaan, de mensen die te kwadertrouw bezig zijn, die noemen ons dan anationaal. Maar dat is absoluut niet het geval. Anationaal zijn de mensen die van ons stelen, zijn de mensen die niet verantwoordelijk zijn en zijn de mensen die deze schuldenlast op ons geladen hebben. Mevrouw Del Castillo, als de president ook de buitenparlementaire partijen uitnodigt om dan te praten, want dat doet hij nu over de overname van de Afubakka Stuwmeer, zal de A91 ingaan op deze uitnodiging? Nee, absoluut niet. We hebben het al gezegd, we vinden dat de president in het parlement verantwoording moet afleggen aan de totale samenleving. We hebben een grondwet. Die grondwet moet door iedereen gerespecteerd worden, ook door deze president. En die grondwet vereist dat hij in het parlement, de hoogste instituut van onze volksvertegenwoordiging, dat hij daar verantwoording aflegt. Niet dat hij vanuit zijn luie stoel onze verhaal vertelt en we dat maar voor zoete koek moeten aannemen en dat hij kiest aan wie hij dat wil vertellen. Hij is in dienst van deze samenleving.
omgeving. En hij heeft een verplichting en een verantwoording om het aan ons uit te leggen. In het hele proces van de afhandeling van deze Afubaka-stuwdam en overdracht is er zoveel non-transparantie. De president heeft het parlement gemeden. Hij heeft nooit verantwoording willen afleggen. Vanaf de MOU die was afgewezen is hij rustig doorgegaan zoals hij dat wil. Hij heeft zich opgesteld als een autocraat die niets te maken heeft met deze samenleving. De deal die uiteindelijk is afgesloten is de slechtste deal die Suriname had kunnen krijgen. En de consequenties daarvan gaan ons nog jaren achtervolgen. We gaan elke keer weer geconfronteerd worden met zaken die ons veel geld gaan kosten vanwege deze slechte deal. En nu roept hij partijen naar zijn kantoortje om ze daar te... Dat hoort niet. We zijn een democratie en de democratie vereist dat de president in het parlement komt over, verantwoording komt afleggen, documenten overlegt, het debat de ruimte geeft om dat de hele samenleving getuige kan zijn van wat het uiteindelijke resultaat is geworden, hoe het uiteindelijk en een goed oordeel kan vellen over al dan niet als dat wel goed gegaan is of als dat correctie behoeft of als dat volledig afgewezen moet worden. Maar wat vindt de 91 zelf van de overname? Nou, het was vastgelegd vanaf het begin. De overeenkomst heeft vanaf het begin aangegeven dat wanneer de overeenkomst af zou lopen, deze dam aan Suriname zou moeten worden overgedragen. Zonder een cent te betalen. Nu hebben we ook nog moeten betalen. Extra rekeningen moeten betalen. Toch? Dus het is geen verworvenheid van deze regering. Het hoort zo. Maar wanneer dit soort dingen gebeuren, moeten we dat wel overwogen doen en goed voorbereid. En dan moeten we van tevoren weten wanneer we gaan overnemen. Hoeveel gaat het ons kosten? Wat gaat de netto opbrengst zijn? De netto winst? Wie zijn de deskundigen die dat gaan doen? Wat heeft het volk op de keper eraan? Wat heeft het bedrijfsleven eraan? Hoe gaat het onderhoud eruit? Dat moet je allemaal al in kaart hebben gebracht. En cijfermatig aan ons kunnen overleggen. En dat is er allemaal niet. Dus ja, het maakt ons zorgen. Het maakt ons ernstige zorgen.